Allemaal hartelijk welkom hier voor het persmoment van het nieuwe stuk Het Grote Lot. Een hele leuke komedie. Dirk, jij speelt deze keer niet mee, alleen regisseren. Ja. Je hebt een cast van 8 acteurs. Ja. Goedemiddag. Ga ik zo op poot, hè? Fantastisch, hè? Een grote ploeg, hè? Ja, ja. Ik werk graag met grote ploegen. Ja. We hebben een heel leuke cast. We hebben natuurlijk de oudgediende, zoals Ludo Hellings. Dat is onze Dirk van Voren. Jij speelt een fantastische rol. Ja, de hoofdrol van een saaie boekhouder die een valiesje vindt waar dat er 10 miljoen euro in zit. We hebben ook Jasmin Jaspers. Prachtige dame ook, kijk eens aan zich. En Joyce Trog aan damesrollen. Vrouwen zijn in minderheid, het zijn bijna allemaal mannen. Dus jullie zullen jullie mannetje moeten staan. Ja, maar dat kunnen wij al. Hè, Joyce? Joyce Trog, dames en heren. Het is geen verborgen wens dat ik absoluut heel graag theater zou opnieuw gedaan hebben. En ik had ook zo dan wel de geheime wens van oh, dat moet geweldig zijn om naast de Jasmin en Jasper. Maar allee, dat is niet waar. Dat is niet waar. Nee, ja, Frank, jij speelt de Godfather. Ja. Moet je dus zich op voorbereiden of zo om dat te niet spelen? Echt. Nee. Je zei dat gewoon. Het is voor mij de eerste keer dat ik Raccoonie speel. Maar ik heb er wel al een paar gezien en ik vond die altijd wel heel leuk. Het komische effect ligt hem eigenlijk in het feit dat mensen zitten te zien naar gewone, alledaagse mensen die in extreme situaties terechtkomen. Dat is eigenlijk de formule van Raccoonie. Ik denk ook dat jij goed gaat zijn en improviseren. Stel dat jij je een tekst zou vergeten. Hopelijk overkomt mij dat niet. Dan doen wij dat ook en dan wordt dat een andere voorstelling. Ja, dat wordt stout. Anders moeten de mensen twee keer komen kijken.